TBN Prime Alert van maandag 27 februari 2017. Uw aandacht voor de headlines. Concessiehouder Suleiman spant rechtszaak aan tegen NH-minister. Rozenblad, alleen chaos in het land. WFU en ADEC bestuur vinden elkaar. 76-jarige vrouw beroofd en verkracht. Houten bruggen wel gelegen van ondeugdelijk materiaal. Sportjagers en vissers houdt infoavond op 6 maart. Chauffeur en meerijder aangehouden met marijuana in bladgroente. Wet bedrijven en beroepen aangenomen met algemene 35 stemmen. En staatsolie werknemers doneren aan Stichting Claudia A. Concessiehouder Laurens Suleiman zegt dat hij een rechtszaak aanhangig zal maken tegen de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regulio Dotsen, en ook nog andere toppers van het ministerie van NH. Nou, waarom? Laurens Suleiman die zegt er miljoenen geïnvesteerd te hebben op zijn 200 hectare concessiegrond, welke hij toegewezen heeft gekregen. En plotsklap zijn alle werkzaamheden door de minister en dienststaf en directie stopgezet met alle financiële gevolgen van dien. De heer Suleiman die schreef eraan op verschillende plaatsen te zijn geweest om klaarheid te krijgen in deze zaak. Maar het schijnt er geen oplossing te komen. Voor hem rest er dus daarom een rechtszaak tegen de minister, de directie van NH en ook nog andere stafleden. We voeren u naar het vraaggesprek welke wij hadden met concessiehouder Laurens Suleiman. Heer Laurens Suleiman, ondernemer, concessionaris. U zit al geruime tijd in een clinch met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. We hebben u onlangs gevraagd in welke fase deze zaak thans was en u bent vandaag bereid om hierop verder in te gaan. Hoe ver is het nu met deze zaak, heer Suleiman? Pradenes, Suriname, goedemorgen. Mibetegi, tak minuang go juku-juku, want tego juku-juku asan sorry, want koop tegen mij. Want persoonlijk feit tegen mij. Daarom adviezen ze hem kiezen om schrijven een briefje op PG. Ja, en me wacht die en PG ging me schrijven terug. Zat hij me in een briefje, moet haar geheim en dat moet doen. Ja, moet begin tegen jou, Dennis, moet sleep minister Dotson, Reed Dotson, en haar minister voor het gerecht. Een directeur, een onderdirecteur, ja, nanga voeg hem die. Masra Randwijk, Ritveld, Steenberg, naar een sloten samkomst op Laas. Ja, moest sleep ding naar vrouw Simons. Hallo Simons, assemblée, ze hebben de waarnemend hoofd daarbij. Ze hebben alles op de hoogte over een concessie met ze hebben plegen. Ja, moest sleep ding voor het gerecht. Milo had mijn ding, go biggie, 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 biggie. Ja, ik kies mijn concessie, dat is eerlijk fatie. 2011 met die dienen in, ik kies in juni 2013. Ja, voor 2 jaar. Teken zo'n concessie, 2 jaar dat we aan go luku of je man rocking of sande dape. Ja, ik investeer money, ik len money, ik paisma. Ja. Satu rechtszaak ewa ka tegen mij. Ja, tak mi bedi pe me sribi den unut en beslag. Ja, huisuurbaas pot mi na strati. Ja, na familie oso metang. Ja, pe we libi en wan democratie, dat tak wa rechtsstaat. Ja, pe wan kimang teken kans go investeer. Ja, Milo sering, Milo juring. Toch? Brother Nes is op zijn hart memoro. Mijn dochter, nanga een vriend.
drie osso tapanti voorbij toegraafmachine nangawan truck. Die deed de last de osso. Ja? De man vernietigde de machine tap motkrik aan die wist de film. Alla de saaf me. Ja? Alla de klachten dat ik gwena geen hem deed. Die de man stop me vanaf januari. Huh? Tramango me kwam hier vliegveld op mijn concessie. Bakasee. Mi meldde school to Marienburg eerst. Mi kona en ha mi meldde mevrouw Laldi. Mi meldde de man GMD. Bij mevrouw Simons horen we een vergadering samen. Ja? Samen naar UNO. Tanga deeft die nog een resultaat. Ja? No. Is op om eenheden voor GMD Godape in de drie jaar. Is op om eenheden voor politie komen wijnen. Godape tap een concessie. En nu die concessie op voor Rokko. Dat je tegen mij tak Suleman en Dikberpe. If bonjo be de dape, ala de mansa go dape, tanga afkati lobogo koiri dape. Om een bigi tramang. Samino kardening. Ja? Go overnachten dape, go visi dape. No one bonyo. Wali visma yongo, mino moslim. Pe alas me bel mi, alas si tak Suleman se edu, moni luk se edu. Isa fa hati gimi. Tak mi lif a berpe. Nanga rus. Omdat de uiterwerf be jugu. Nanga Breveld. Is op om mijn aangifte dan Marienburg. Breveld nanga uiterwerf August bedrijf me nanga Dede. Aangifte Dena Richelieu. De man ik op pak de man dat aan voor een verhoor. Dat schrift August. Ik tek de man die zie. Dat ik tjaden go dat petak met diksma bonyo. Mino sap, if je bezig aan film, sa August. Ook is dan een Breveld. Beetje apentig op poerdappé. En nog lang geleden. Ja? Ik ben nu bij dikdappé de bosor apers. De bosor apers toch? Ja? De bosor apers. Ja? Tweede week december. Politie eenheden van Marienburg. Mietig ding. Go poer Breveld naar August familie. Tap na concessie dappé. December 2016. Ja? Eenheden van Marienburg. Dat die de misa investeer. Samen go len want 20 SRD die dat bij een celkaart. Dat gewoon werd op me. En dem ik dankbaar. Door mijn investering. Dat ik me ontdekt dat ik een beerpje dat pe. Ja? Door mijn investering. Brada moet tegen zo schuiti. Daar rand twee keer bel me op. Suleman, voorlopig hem stop alasani. Mi tegen tak lukuno brada, mi wanita papira. Ja? Sa rand twee keer tegen me. Wachti je kisa briefi. Mi wachti twee week im nekis briefi. Mi bel mo vrouw Mabir. GMD. Mene Suleman, minister Dotson da buitenland. Zodat doro je kis van briefi. Teti de. Ja? Mina concessiehouder. Als je ontdekt wat je ontdekt wat je aan dat bent. Je belt me. Je tjamigo mee. Ja? En allemaal moslim voor het gerecht. Dan gaat deze komen wij in een Polak. Begie wat je voor de dikskloppen op mijn concessie zonder karmie. Stak aan mij. Voor wat je. Laatste de man go voor skloppen. Dat bent. Tweede week januari. Maar bel me tak lukuna yu skropu. Me bel GMD. Ja, we zijn go teti de. Next. Alla sansam sa mi pot GMD op de hoogte. Vliegveld emek mi pot de op de hoogte. Maiko me kampu da pe tapa concessie. Breveld. Ja. Sa bedreig me takau kap mi en pis pis kiri. Nanga getuige. Pe mi ategi persoonlijk. Aangifte de da pena risolui. Dat jullie lantie Dotson, minister Dotson, anderhalf jaar ba,
Sinds Asanlice play Brieveld naar August. Toch? Met actie van gesprek naar man. Dit idee. Ja? Want me investeer me money. Toch? If uit de werf Brieveld tak dapen na Karibo. Toch? Brada. Toch Jimmy investeer. Money sam investeer. Make me go look want trasan sam edu. Maar nu ik word me gewoon broederloos. Meneer Sineman, ik dacht dat minister, na de tra top voor NH, de man pleeg gewoon koop tegen u. Zo treed de bo abi voor pleeg gewoon koop tegen u. Barada, me investeer. De man zie a waarde van pres nu. Me open talk bijna 1000 meter. Zet alles aan mooi. Voor poer me skropo. Dit is na bijjai deni. Bijjai. Omdat je na minister, je denkt dat pap, na je abis taka, dat je brokken op je man direct. Toch? Mijn wanchalen kon dat proces gebied. Want de nensa me kari, sa mo sleep go voor het gerecht. Toch? Want u da doro ete. Toch? Want u dete na doro se, mine kade neng, mo libengi rechter. Maar ik tak na ngay afkatik bam? Brada dat me kon. Die de man tap me kon, sessie. Toch? Abe go over braspunt. Ja? Mi waka suku gesprek, want die mevrouw Laldi ontvang me. Toch? Ten tegen me tak, ja, do tap alles aan voorlopig. Mek me luku tussen Kaiman Grasi, Rama, nanga etewan presi. Fugo roko voorlopig. Ja? Ik tegen mevrouw Laldi best doen, Simons best doen, naar een plek. Voor GMD. Ik tegen dat ik nu met dit jaar in de schulden. Mijn naam money voor de investeerder. Maar dat ik ga naar Randwijk GMD, door JP. Ik ga naar meneer Randwijk, die ik dat aan mij zorg, dat ik met jouw karta opnieuw ik ga doen. Ik tegen meneer Randwijk, mijn naam money. Ik investeer dat. Nu naar poer, mijn poer, paaien van mij. Toch? Zijn dat investering die je pleeg? Investering, dat moet sorry wel. Ik heb een man voor bijna 1 miljoen dollar. De man zat diep akriki. Mek a passie gimme. Krim a concessie. Ja? De man dat me nog een paar, omdat me wil paai de man terug in skropo. En dat skropo je bodik drapen? Skropo me bodiki en me wil paai de man. De man bodik skropo na me. En te de man tak fawro kodisi. De MNO, die bij actief door Sefroko, ja, na 1,5 miljoen euro die bij actie me. Mijn tak kring kriki. Diepi tak pondo kampsa. Want wan jugu bij de endertijd. A maasak kis avroko, a teimi tak anon bij diepi. An bij kring nomo. Ja, en isap feigo in sranang. Te wan mafen wan roko. Ja, en mi be investeer fugo roko. Dus daarom moet ik teken op mijn school en mijn investeer. Ja? No, dat is gewoon broederloos. Maar zijn er eis, die eis, schadevergoeding of iwani concessie bakken? Luister nou, als er na 200 hectare, toch? If a beerpje dat bij bakken, desnoods, 5 hectare af. Ja? En nog 200 hectare beerpje die. Ja? Make me go roko. Of give me vergoeding. Kom op een naar de artis aan die zie. Want dat stress in de arti. Zo'n klachten in Chargo naar GMD. Agestak de man die eenzijdig. Denis. Mo bedank. Allemaal zou luku. A film die zie. A programma. En allemaal zaka ondersteun me in die zie. Met accident. Fujima ondersteuning. Ja? Fujima ondersteuning. Make me go moro fara. Volgens ondernemer Marlon Rozenblad is er een totale chaos in Suriname. En wel op alle vlakten is dat waar te nemen volgens de ondernemer. Hij probeert dat
middels voorbeelden te staven in een vraaggesprek met TBN Prime Alert. Wij voeren u naar het vraaggesprek met ondernemer Marlon Rozenblad. Laten we kijken om dit land te beschermen. Laten we bijvoorbeeld de regering zo nu al een inventaris moeten maken van alle schulden die we hebben. Alle schulden op een hoop zetten. Kijken hoeveel schulden allemaal. Buitenlandse, binnenlandse schulden op een hoop zetten. En laten we beginnen te kijken hoe we gaan beginnen om die schulden af te lossen. Verleden hadden we het over die onderwijsgevenden die vroegen naar meer geld. Dan wil ik u iets verklappen. Meer geld, ik kom niet aan hun eis. Ik heb alle respect voor ze. Na de wansa passe Queens Day. Meer geld zou zeker leiden. Daarom heb ik gezegd, geef die mensen per kwartaal een uitkering. Desnoods in dollars, in valuta. Er is zoveel valuta geleend. Die is maar een zand, make this maar. Want je hebt niks aan een juffrouw die voor de klas staat. En ze is gedemotiveerd. Los van die kinderen die nu niet meer willen studeren. Want ze hebben gezien hoeveel mensen zich binnen korte tijd hebben verrijkt over de ruggen van de Surinaamse samenleving. Dus kinderen willen niet meer studeren. Iedereen wil de politiek ingaan. Zeg even, ik wil politiek hier kon goed doen. Dus meer geld, meer geld. Iemand komt met 50 euro en de persoon vraagt, wat is je koers? Ik geef ze de koers. Ze zeggen, ja, maar op meer zorg geven ze 5 SRD meer. Maar op meer zorg ga je een taxi moeten betalen. Je gaat benzine moeten betalen. Iedereen in het land wil meer geld voor dat beetje euro of dollars wat ze hebben. Waar gaat het allemaal naartoe leiden? Naar een koersverhoging toch? En krijg je meer SRD, ga je meer uitgeven voor dat artikel wat je wil kopen. Meer geld voor je dollars, meer uitgeven voor die dollars. Iemand zegt, ik spaar, ik met je brieven een barkie euro, bijna wat jaar ik ba. Maar wacht het daar door 1000. Dan vraag ik me af, hou je van je land? Want if I do 1000, a white cream sa iwan buy, or de 2000. Het gaat stijgen. Dus wij allemaal zoeken naar meer, naar meer, naar meer. En alles draait om geld. Mensen kijken niet naar het geestelijk aspect. Dus man he bribi moro in gado. Dus man bijna iwan tak, man he gwa churchi moro. Trouwens, je kan ze niet kwalijk nemen, want als je ziet dat voorgangers door de week in het parlement staan te liegen en bedriegen en misleiden. En op de zondag, desma emdema e prese masra. Dan vraag je jezelf af, moet je die mensen kwalijk nemen als die mensen niet meer naar de kerk willen gaan? En tot slot wil ik zeggen, we praten allemaal over geld. We zoeken allemaal geld. Daar wordt verkaveld. Door verkavelen, weet je wat de kavel daar gaat kosten? Achterin, ik wil ook eentje kopen hoor, dus wanneer het zover is, dan hoor ik het wel. Ik wil zeker dat het de euro's gaat zijn, ik wil ook een kavel daar achterin kopen. Niet iedereen gaat dat kunnen. Zandafgravingen, wat kost een kub zand? Geld. Alles draait is geld. Maar heeft de leiding van het land gedacht aan het geestelijk aspect? Ik heb een tijdje terug aangehaald dat in het dispuut tussen Palestina en Israël, in het dispuut heeft de leiding van het land eigenlijk de kant gekozen van Palestina tegen Israël in feite. Dus in feite, de regering die we nu hebben zitten, is tegen Israël. En God zegt, wie tegen Israël is, is tegen mij. Wie schopt je? Venezuela heeft ook tegen Israël gestemd. Ze hebben niet eens toiletpapier om hun bil te vegen. Dus ik zou een advies willen geven aan de regering.
De ondergang van dit land is niet alleen maar te wijten aan geld, maar het geestelijk aspect ook. Waarom heeft u toen tijdens dat dispuut gekozen voor Palestina? Waarom heeft u zich niet onthouden van stemmen? In plaats u heeft gekozen voor Palestina. U heeft gekozen, u bent tegen Israël. Alle Rastamans, de Maybar Israël vibration. Alle Rastamante, de Mayere Rist Israël, de Maemek buiging. Je komt niet aan Israël. Dat moet je aan God overlaten. Wie ben jij? En iedereen die tegen Israël is, is tegen God. Op het onafhankelijkheidsplein is Suriname ook opgedragen toen door de leiding van het land aan een God. Terwijl Suriname allang in de handen van God is. De vraag nu, aan welke God heeft u ons land opgedragen? Ik wil het graag weten. Want de manier waarop het nu gaat in het land, dan is het niet alleen maar dat geld aspect. Money, money, money. Tramay bar pa money de. Oan sa pa money de. Natuurlijk. Maar het geestelijk aspect vergeten we. Nobody is perfect. Ik ben ook niet volmaakt. Ik kan ook een handeling plegen die niet door de beugel gaat. Ik ben mens. Dat woordje mens spreekt voor zichzelf. Maar wat er nu gebeurt in Suriname is barbaars. Tegen Israël, tegen God. U brengt al uw mensen. Want u bent geen leider van één groepje alleen. U bent leider van iedereen. En met deze handelingen, dan zeg ik, waarvoor worden kerkelijke leiders zoveel betaald? Waar zijn ze? Waarom brengen deze kerkelijke leiders dit niet ter sprake? Vraag je nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. We hoeven geen rugbaarheid eraan te geven. Laat die man uw stelling ten opzichte van Israël beginnen te veranderen. Dan komt dit land dan in rustig vaarwater. En dan kunnen we kijken hoe we dit land verder kunnen opbouwen. Als ik mag luisteren en die statistieken mag geloven van het ABS, zijn we met 54,14% of 53,14% hebben we inflatie gehad. Ik ben altijd bang geweest dat dat geld in Suriname zou devalueren. Ik ben bang voor inflatie. Ik ben niet bang voor andere dingen. Ik ben niet bang voor mensen. Maar ik ben bang voor die inflatie. En als er nog meer inflatie komt, dan gaan we richting Venezuela en richting Haiti. Een verzoek naar de leiders van het land. U heeft ook familieleden. Misschien heeft u het goed als minister. Maar de familie via Pina Lekcercha Lata. Ja, ben bon, u leeft in alle luxe. Maar hoe staat het met uw families? Hoe staat het daarmee? Hoe staat het met de samenleving? Even een natrap. Dat van ons botanisch tuin. Is dat niet de reden dat de president onze minister heeft verheven? Ontheven? Is dat niet de reden geweest? Want als burger weet ik ook niet alles. Want de president zei dat er wagens met donkere ruiten daar gingen stoppen 's avonds. Is dat niet de reden? Is dat niet een van de voorbeelden? En dan wil ik direct de president vragen, zeg, grijpt u dan in? Grijpt u dan in? U heeft een nieuwe minister daar en zij verklaart dat men het ministerie een heel moeilijk ministerie noemt, maar zo moeilijk is het weer niet. Dus, show me your motion. Laat mij als deel van de samenleving, laat me zien wat u in u heeft. Laat u de samenleving zien dat het anders kan.
Als dat een dubieuze uitgave is, weet u wat u moet doen? Ik hoef u niet te zeggen. En, nog één. Ik zou graag, ik weet niet als hij daarvoor wil, als hij ervoor wil gaan. Als de president, de minister van Justitie, zou reshuffelen. Ik zou dat graag hebben, met alle respect voor haar natuurlijk. Ze heeft haar best gedaan. Zou ik graag als minister Chilip Singh daar willen hebben. Ik weet niet, hij is nu Chilip Singh, hij is nu directeur van Justitie en Politie. Hij is nu directeur van Justitie en Politie, Chilip Singh. Ik weet niet als hij die ambities heeft. Maar ik heb daar graag als deel van de samenleving. Ik praat niet namens een politieke partij. Ik praat hier als Surinamer. Zou ik graag Chilip Singh daar willen hebben. Ik heb een harde hand. Ik wil een harde hand. Want kijken we naar de cijfers van de criminaliteit. Dan vragen we onszelf af. Wij die het een beetje goed hebben. Als we moeten inpakken. Er wordt gejaagd op ons. Ik zei u verleden al. Wat matief meteen. Ja, maar mijn absentie mijn viering. Ik wil die matie zeggen met geld. Hij rijdt zo'n grote, dure auto aan mij tijdens een biggie paleis hangen. Alasani. Ik ga hem zeggen, u bent niet veilig. Uw huis is misschien beveiligd. Maar hoe staat het op straat? Elk deel, elk vierkante meter van dit land moet veilig zijn. We hebben het al zo moeilijk in het land. En vandaar dat ik vraag naar Chilip Singh. Ik heb nooit echt met hem gesproken hoor. Ik ken hem, als ik het goed heb, sinds die tijd van Goodin ken ik hem. Heb ik hem even gezien in een flits. Hoe moeilijk we het niet al hebben. Tot mijn verbazing hoor ik dat toeristen worden verkracht. Daar achterin van het cultuurtuinlaan. En dan heb je een paar maloten. Leeghoofdigen. Die zonder om over na te denken. Dingen plaatsen op Facebook. Ja, wat deden die toeristen daar in het bos? Toeristen komen niet om die vieze stad of die vieze riool die hier naast ons is. Ik hoop dat de minister van OW het hoort. De stad stinkt. Het is chaos. Bloempotten, trottoiren worden gebarricadeerd. We hebben nu een nieuwe minister van Justitie. Laten we die man... bedoelt openbare werken. Van openbare werken. Laten we die man de voordeel van de twijfel geven. Ik ken hem als een harde man. Misschien allemaal handel. Minister, de stad stinkt. Doet u wat eraan. Er zijn bloempotten, er zijn palen gezet. Trottoiren worden gebarricadeerd. En het zijn dezezelfde mensen die klagen dat ze geen klanten krijgen. Waar is de wetgeving? Wetgeving is er, maar houden mensen zich eraan? Ik schaam me soms wanneer toeristen komen en zeggen, zeg, meneer Rozenblad, de stad stinkt. Canada heeft een negatief reisadvies gegeven naar Suriname. Reis niet af naar Suriname. Het is onveilig. President, alstublieft. Wij moeten het hebben van toeristen. Ik was ook een tijdje daar. Ik zat van Editang. Als toeristen worden beroofd, gaan ze terug en het komt daar in de krant. En dan zeggen die mensen, ziet u toch, ik heb u gezegd om niet af te reizen naar Suriname. Het is niet veilig. Ze worden beroofd en verkracht. En dan is er iemand op Facebook die zegt, ja maar wat zijn ze daar gaan zoeken? Daarom zeg ik, Facebook is bijvoorbeeld vervallen tot mamjo. Iedereen kan een ander daar terecht of onterecht bekladden. Er zijn soms ook kleine dingen die ik deel. Maar dat zijn de dingen die je goed moet verifiëren. Voordat je het deelt. Begrijpt u? Maar toeristen aanvallen, toeristen beroven. En dan zeg ik, president. Nisabtake Arki. Zet u Chilip Singh als minister van Justitie. Ik weet niet als hij die ambities heeft. En vraagt u niet aan hem om NDP'er te worden. Voordat hij minister wordt. Laat iemand daar zijn
die, waarvan ik weet, die de samenleving een beetje dat rustgevend gevoel kan geven. Er was een ander minister daar, over die wil ik het niet hebben, maar ik hoor die minister vaak schreeuwen, weg met Bouta, Bouta moet weg. Aboem, een ex-minister hoor ik dat schreeuwen tijdens die staking. Ik zeg, misschien moet Bouta weg, maar we lusten jou ook niet meer. Die minister die toen bij justitie was, lusten we niet meer. En ik kan hem het zeggen in zijn gezicht, hij weet het. En als hij me antwoord geeft, dan zal hij het merken. Dus het beste is dat hij zweeg. Begrijpt u? Want ik ben... Ik kom uit de NDP gelederen. En er zijn dingen daar waarmee ik ook niet eens was, waardoor ik vertrokken ben. Maar, president, nogmaals, die minister heeft nou een gouden handdruk, yo, Jing. Begrijpt u? Maar de minister van Justitie, alstublieft. Met alle respect voor die mevrouw, vervangt u die minister van Justitie met iemand die een oude rot is in het vak. En mijn ogen zijn gevallen op die goede meneer. Ik weet niet als hij dat ambt wil bekleden. Ik heb hem vaak gevolgd, goed bespraakt, scherp. En ik ben zeker van dat het feit alleen dat als u zo'n man... Want als ik ooit eens aan de macht kom, is hij een van de eerste die ik ga nemen. Als minister van Justitie. Die andere die lust ik niet. Toch? Er zijn een paar ex-gepensioneerde politieagenten ook. Ook douaniers die je in functie kan plaatsen. Maar mijn gevoel gaat naar Tjilip Singh. Ik heb nooit met hem gesproken. Het is geen doorgestoken kaart. Maar ik denk dat Tjilip Singh... Hij is nu directeur, zei u. Ik denk dat hij die job gaat kunnen klaren. Begrijpt u? Ik denk dat hij alles mee heeft tussen de oren. Hij ziet er qua omvang ook anders uit. Hij ziet er sportiever uit. Je ziet dat die man vol energie zit. Hij heeft een bepaalde leeftijd, maar... En ik denk dat de kennis en de kunde die hij tentoonstelt, dat wij als samenleving, zonder dat hij zich aansluit, ik weet niet waar hij is, aan een politieke partij, dat we hem in feite voor het karretje zouden kunnen spannen als hij die ambities heeft nogmaals. Het personeel van de universiteit, welke aangesloten is bij de Werknemersfederatie Universiteit, onder voorzitterschap van de heer Hugo Blanker, die werkte nog tot afgelopen vrijdag tot 11 uur. Maar we begrijpen dat intussen partijen elkaar hebben kunnen vinden. In deze bedoel ik het bestuur van de universiteit, de regering en de bond, die hebben zich elkaar kunnen vinden en er zijn over en weer wat toezeggingen gedaan. Wij van TBN Prime Alert spraken hierover met WFU-voorzitter, de heer Hugo Blanker. Werknemersfederatie van de universiteit, heer voorzitter, heer Hugo Blanker. Is alweer rust gekeerd bij ADEC? De onrust is binnen de perken gebracht, ja. Wat hebben jullie kunnen bereiken? Nou, bereikt is dat er toch wel een overgangsregeling, overgangsvoorziening overeengekomen is. En dat wat jullie wilden, even gelijk met de herwaardering, moeten we hem zo zien? We hebben als bestuur van de federatie hebben we ingeschat dat op dit moment zo... niet haalbaar is, niet voor de volgende procent haalbaar is. Dus we hebben gehaald wat erin zat. Alleen financieel? Ook een stukje erkenning hebben we herbevestigd, ja. In elk geval dat wanneer men zaken met ons afspreekt, dat men
zich rekenschap van moet geven dat de zaak wordt uitgevoerd. En als het niet kan, dat men met ons in overleg moet treden. Met terugwerkende kracht? Ja, in elk geval gaat die voorziening in per januari. En wat erbij is afgesproken is dat we gaan werken aan een aparte bezoldigingsreeks. Dat was ook in die besluitenlijst van november opgenomen. En ook is daarbij afgesproken dat voor zover het andere... voor zover er een loonronde bij de regering, algemene loonronde bij de regering wordt overeengekomen, let op mijn woorden, voor zover er een algemene loonronde bij de regering wordt overeengekomen, die in april zal gelden, dat de leden van de aangesloten bij de WFU, de bonden, dat hun leden daarvoor ook in aanmerking komen. Ik zeg voor zover, want ja, ik heb de indruk dat de regering een loonsverhoging, een correctie aan ons zou willen opdringen. In dat geval, als het wordt opgedrongen, is de instructie dat de leden dat accepteren. Maar dat we dat gaan voor iets waarin wij medezeggenschap hebben. En dat geldt voor een ieder op ADEC? Ik ben voorzitter. Wij praten namens de WFU. Dat praat voor de bonden, de BPMWI. Voor de CELOS-organisaties en voor de BOTAPO, daar heb ik gezag over. Ja, waarom ik die vraag stelde, want toen u van de week nog uw ALV had daar, heeft u nog wat kritiek gehad op de stafleden. Daarom vroeg ik of ze ook vallen onder deze nieuwe regeling. Ik moet het aan hun vragen. Wij hebben de intentie om voor alle tappers te onderhandelen. Tappers bedoelen we alle technisch en administratief personeel. Maar er zijn enkele uitzonderingen daar gelaten. Zijn er stafleden die denken dat wij de kastanjes uit het vuur moeten halen en dat zij daarmee komen profiteren, als u dat bedoelt. Ja. Maar is dat rechtvaardig? U zegt het zelf, mensen die met je kwalijk als je dingen zegt. Maar ik denk juist dat de leider moet laten zien, een leidinggevende moet laten zien de lijn die hij heeft met degene aan wie hij die leiding moet geven. Aan de andere kant was er wel een geluid ook, waar werden mensen ook afgeschrikt dat ze geen lid van de bond mogen worden. Maar dat zijn volwassen mensen, dat ik neem aan dat het mensen zijn die op grond van hun verdiensten en hun kennis een functie daar hebben. En dat niet één of andere persoon vandaag de dag kan komen en zeggen wie wel of u geen lid van de bond mag worden. Dus wat dat betreft neem ik ze ernstig kwalijk dat ze zich laten voorschrijven. Zoals we zeiden, de ene uitzonderingen daar gelaten. Is er nog iets waarvoor u zich sterk moet maken als het op WFU komt? Ja, eigenlijk maar mijn leden zullen mij dat niet in dank afnemen. Want we hebben begrepen dat de salarissen tot en met vandaag niet zijn uitbetaald. En de mensen zijn een beetje ongemakkelijk. We hebben daar begrip voor. U weet, er is beslag gelegd. Het beslag gelegd moest worden opgeheven. Weliswaar hebben we begrepen dat de salaris nooit in gevaar is geweest. Het salaris nooit in gevaar is geweest. En dat ook andere voorzieningen betaald zullen worden, zouden kunnen worden. Maar ik denk dat het toch wel een beetje ongemakkelijk is. En dat we begrip voor moeten hebben dat de zaken niet zo smooth gaan. Maar we verwachten natuurlijk dat uiterlijk eind morgen de salarissen wel zijn uitbetaald. In elk geval heb ik vanmorgen nog contact met het bestuur van de universiteit. En we hebben niet hierover gesproken. Men heeft het niet nodig gevonden. Maar nu er op dit uur nog steeds niet betaald is, zal ik nog wel kijken wat er gebeurd is. Maar ik zou op de leden beroep willen doen om toch wel te proberen te begrijpen dat het salaris toch wel niet zo vroeg is uitbetaald, omdat er allemaal prikkelen zijn. Maar we verwachten wel dat het morgen het geval zal zijn. Maar heeft het universiteitsbestuur wel financiële ruimte om in te spelen op zaken? Dus daarvoor moet u bij het bestuur terecht. Maar wij hebben natuurlijk uit hoofde van onze betrokkenheid en uit hoofde van onze verantwoordelijkheid hebben we daar vragen over gesteld. En ons is gezegd dat men een tweede geldstroom had zeker gemaakt. Waardoor deze kosten wel betaald zouden worden. Ja.
De 76-jarige GH werd het afgelopen weekende beroofd en verkracht in haar woning in het politieresort Domburg. De politie is bezig met het opsporen van de verdachten die na de daad gevlucht zijn. Het slachtoffer gaf aan dat hij door twee mannen werd beroofd van een onbekend bedrag. Daarna zou ze mishandeld en verkracht zijn. GH moest per ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden voor medische hulp. De politie van Domburg heeft de zaak overgedragen aan de afdeling kapitale delicten voor verder onderzoek. Het zijn er twee houten loopbruggen die in de holst van de nacht, als ik buurtbewoner Mark Sinaal mag geloven, dan moet het in de holst van de nacht zijn gebouwd. En het zijn niet zulke stevige bruggen met alle gevaren van dien. Vandaar dat hij toch van hieruit en middel dit interview toch wel vraagt om inspectie door de daartoe bevoegde instanties of deze bruggen toch wel voldoen aan alle daartoe gestelde eisen. Hij zegt dat er veelal gebruik wordt gemaakt door fietsers, bromfietsers, maar ook kinderen die hier in de buurt op school gaan. En deze bruggen die ogen niet zo stevig te zijn, vandaar dat hij toch wel om de nodige aandacht hiervoor vraagt. We voeren u naar het vraaggesprek welke we hadden met buurtbewoner Mark Sinaal. Heer Mark Sinaal, buurtbewoner van Welgelegen. Er zijn er twee houten bruggen hier gebouwd voor de bewoners van Welgelegen en omgeving. Met welk doel zijn deze bruggen gebouwd en wat is het probleem hier? Dus het probleem is dat ik zou het geen bruggen noemen. En laat me alvast zeggen, misschien naar lobby de kijkers, naar de luisteraars, naar Oso. Misschien heb ik dat ik maar even naar lobby en het noemen. Dus ik heb altijd, als je doet aan doen, bon aan creëert gevaar. In een kamp moet je een toeroep plangen, afval houten op een kanaal waar kinderen en bromfietsen rijden en oude mensen erop lopen zonder rekening te houden. En dan een soort doel op het abroetje, maar stel me voor soort doel, want drap je pas idee, dat zie pas idee. En er plaats voor een maandje, dan vraag je OE of vraag je de staat of de bewoners om iets goed te doen. Maar je kan niet op eigen houtje als coördinator ergens. Dus wat ik vernomen heb van de buurtbewoners, want abroetje bouwen naar minder net. Minder net de abroetje. En maand even direct de koatap. Alassani en de Oudus Review, de Oudu Priti, Alassani. Priti, als een nokeursreservie en dan zet je gevaar voor die mensen. Dus het doel volgens mij voor de plannen die zien voor het gevaar. En wat boon speeltuin drapen, je maakt moeite, ben je de overtuigend dat je maakt moeite voor vernietigen boon juist een mooi speeltuin voor nu. Dat er wel dat je het gevaar jagi was. Dus mij ben verzoek aan persoon zijn poten en mij sabi toevallig naar een coördinator voor mijn eigen partij. Kon no char takru negi a partij. Kon zoek of du boon er plaats voor takru. En voor een mekwa broodje, hoe sap owe, hoe sap de bepaalde bedrijf, hoe sap uitbesteding en de soort zijn dat die. Kon doen een boon zijn niet. Dat is aan de goed gekeurd en dat is maka waka, dat is maka me gebruik. Maar dit is nou hoor me ati te wan professor ere ta pasan dat hoor me ati te wan sma e wakap sa wan bigis me wakap ta pasan en if you look ye look tak dat si air sa is ki ala de odu priti fasani dus daarom mi taki mi e make mi sorge le kwa ma sa ondersteun NDP persoonlijk in a buurti wel gelegen weg naar C en Tamega mi ondersteuning en a tweede man fa kondre sref ka erkent dat mi pot mi krachti in a partij dus baka jugu ju fujo en mi ta i unu partij genoto mu stro wano fu du Bonsani er plaats voor soort zijn voor buiten. En je lukt een broodje vanuit een gelaat pissie, je ziet dat eigenlijk mooi. Maar je lukt een gevaar, de ptie oudu zijn hoor een broodje, je ziet dat een sensestel broodje voor samiteke. Dus je ziet dat dit aan een broodje nou een gevaar. Dus mooi van buiten en van binnen alleen maar gevaren. Laten we stoppen met dit soort mentaliteiten om iets goed te maken van ons eigen land. Maar waren deze bruggen nodig hier? Het was niet zo noodzakelijk. Het was niet zo noodzakelijk if na zo aan bebouw. Maar op het moment alle ontwikkeling boom. If je ontwikkelt, if abroetje bij de ontwikkeling, dan abo boom. Maar na een gevaar hij niet. Dus men vind dat in een stand die zaak kon aan de noodzakelijk. Maar wordt er veel gebruik van gemaakt? Niet zoveel gebruik van gemaakt, maar die bronvisser, de jonge mannen die gewoon hangen, die van hier naar, van links naar rechts rijden, die maken veel gebruik van ja. En waardoor je ook last hebt van hangjongeren, die er wonen, oude mevrouw daar, zij zegt van ze ondervindt last ook van mensen die hier komen zitten. En op zoiets, als ze op zoiets zit, dan loop je gevaar ook op die mevrouw, uiteraard vast ook. Dus in feite was het niet nodig
om zoiets te creëren, zeg ik. Dus een brug misschien zou nodig zijn, maar niet voor oude planken. En wanneer zijn beide bruggen gebouwd? Het is in de nacht van vrijdagavond. Vrijdagavond zijn twee kleine andere kleine bruggen verderop. Dus planken die bruggen voorstellen met kleine spijkers. 1x2, 1x3. Nee, bouw een broodje nog 1x2, 1x3. Dus is onmogelijk. En daarom moet je dat Asandisi, Minosap, Efna, Wawinti, voor Fedi, Ewantik, Abra, voor Senua Libisma, voor Creëso, een gevaar gitara Libisma. Dus Minokar en broodje. En met Axilanti, voor vestig de aandacht naar de deskundigen. Ook tot tappen, want we kan al Pepci Negra, Bigisma, Waka. Te gevaar vinden plaats, Gwalibisma is ook te veel als we het kunnen voorkomen. Juna buurtbewoner, Sana Juning? Wendel Sebeda. Ja. Heer Sebeda, de man me begrijpt de buurtismaja, dus man zoals door Ina RR, ja. Van buurtija. De man bouwt houten brug, ja. Je hebt me zorgen om de houten brug te zien? Ik heb me zorgen, ik loop de brug, ik ben op deze man. Het is mijn bedoeling. De corruptie, de misrefie. Maar wat is dat niet? Ik vind dat ik een beetje een materiaal heb. Ik heb een beetje een stief, ik maar zo mijn ik ook. Maar ik heb vrienden aan wel. Ik ben een acta. Big up mevrouw Mayon, big up mijn buurman op hun beurt of mijn slag of amaning. Big up denk maar. Ik kwaliteit, moro bo materiaal ga broki da, abo moro stabiel. Maar de two broodje dis bij de vanoudu? Toch wel era, moro makkelijkheid ki uno, vooral gimme, lek van mijn tanja, ik kan go moro snel wel geliegen. Maar moro bo, dat mi wani, moro bo materiaal, moro long life, want dis na, dek na bi kwaliteit. Dus mek, a bolet ki desma, moro bo materiaal fu, setas. Dat mi bewaan taki. Maar sa je vrede, sa op sa, na bepaalde ting, fa broodje distanso? Als ik een verhaal heb, alleen ten een heer die zong. We zien dat hij zong dan een swamp. Dat is het van Chimang, maar ik kon je mis aan model. Dat is van een water alleen ten. Verder de kabel ook kan de onderwater, ik word meer snel te water water kan poren. Maar stief materiaal. Dat is toch dat ik kan akalibi. Maar ook als er er die. Ik tevreden wel, noem je het aan materiaal, ze hebben gebruikt naar morotranga materiaal. Materiaal, maar verder milo ben, dat doe de roko. Mino broko den, tak den no doen, dat tek den doen, baby gop den, nogmaals baby gop den, mino yoku, krif me ati. De Sportjagers en Vissersvereniging Suriname die organiseert op aankomende 6 maart een informatieavond en wel de landbouwcoöperatie Quatta aan de Quattaweg. Nou, leden en niet-leden die toch wel geïnteresseerd zijn over de vereniging, wanneer zal boordevol informatie die avond gegeven worden, die mogen zich dan vanaf 7 uur 's avonds wenden richting het coöperatie aan de Quattaweg. We spraken hierover met de heer Helmond Proeven. Hij is de voorzitter van de Sportjagers en Vissersvereniging Suriname. Heer Helmond Proeven van de Sportjagers en Vissersvereniging Suriname. Jullie organiseren binnenkort wederom een activiteit. Kunt u ons wat meer hierover vertellen? Nou, wat we gaan organiseren is dus een meet the people meeting waarbij we dus hebben gemeend naar de mensen toe te gaan. En op maandag 6 maart starten we met de eerste, dat is bij de coöperatie Quattaweg. Daar is de inloop 7 uur en we roepen alle jagers en vissers, sportjagers en vissers op om die avond kennis te komen maken met de vereniging. Omdat we dan onze doelstelling, voor velen is het nog onduidelijk waarvoor we staan. Maar we zullen die avond door middel van een PowerPoint presenteren wat we precies doen als vereniging. En wat is het thema van die avond? Nou, wat we gaan doen is echt belichten waar we naartoe willen met de vereniging, onze doelstellingen benadrukken. Belangrijk is dat die bundeling moet plaatsvinden, dat elke sportjager en elke sportvisser beseft dat hij een aanspreekpunt heeft. En dat zijn wij, want wij komen op voor de belangen en wij gaan zorgen voor het traject dat het beter gaat met onze sport. Voor welke uitdagingen staat jullie organisatie? Hele grote uitdaging, omdat u weet dat ook de overheid wetgeving maakt. Maar op het gebied van wetgeving heb je soms dat de wetten worden gemaakt, maar niet geïmplementeerd worden. Zo heb je dus een wet dat aangeeft dat
iedereen die een jachtvergunning of een jachtgeweer heeft, die moet een jagertest maken volgens de wet 2012. Maar het is altijd gedogen, het is nooit gebeurd en dat vind ik jammer met alle gevolgen van dien. De vele ongelukken, dat men niet precies weet hoe men met de natuur en milieu moet omgaan. En ik denk dat de overheid zo snel als mogelijk samen met ons moet kijken hoe ze dit stuk van de grond kunnen tillen. Zodat iedereen verantwoordelijk is voor dat deel dat ze doen. Omdat als je dus nu kijkt, we vaak zien dat iemand bijvoorbeeld een luiaard kapot schiet. Of een mirafruitie, een beschermd diersoort. Achteraf weten ze niet eens wat dat beest is, hoe dat beest, maar het wordt erop geschoten. En dat is een stukje educatie dat men niet weet. Zelf wanneer je nu gaat varen met een boot, heb je een vaarbewijs nodig. Als je in het verkeer deelneemt, heb je een rijbewijs nodig. Dan kan het nimmer zo zijn dat mensen die op een wapen beschikken, dat die alle dol maar gewoon vrije hand bezig zijn. Dus wij gaan echt voor wet en regelgeving. Jullie zijn niet zomaar een vereniging? Absoluut niet. We staan net wat je zei voor hele grote uitdagingen, dat weet ik. Omdat de doelgroep heel groot is. En dat willen we zo blijven koesteren. Dat mensen dus met een ander oog naar de mensen die het mooie sport beoefenen, eigenlijk kijken. We organiseren heel veel lezingen op het gebied van voorlichting die we geven over welstand, over EHBO-trainingen, noem maar op. Alleen om de doelgroep tegemoet te komen. We weten dat het op het ogenblik niet gaat zoals het moet. We hebben laatst meegemaakt een broer die op een jongere broer heeft geschoten in Brukkepondo gebied. Dat is één. En elk één geval is te veel. Maar aan de andere kant is de grootste uitdaging dat we het ministerie laten zien dat je achter mensen kan aanhouden. Je kan mensen aanhouden, je kan mensen straffen opleggen, maar dan heb je je doel niet bereikt. Ik denk dat je je doel hebt bereikt wanneer je door middel van educatie mensen informeert, mensen leert. En aan het eind van het jaar dat je niet zegt, ik heb 1000 mensen gepakt, maar je hebt pas een goede job gedaan wanneer dat getal minder is geworden. En kan zeggen van luister, we hebben van het jaar 5 aanhoudingen verricht. Omdat de mensen dan bewust bezig zijn met datgene waarvoor ze staan. En daarvoor gaan wij. Wat is het standpunt van de vereniging ten aanzien van Braamspunt? Want heb ik het dan niet zozeer over de zandafgravingen daar. Maar dat gebied staat ook wel bekend als een geliefd gebied voor vissers, sportvissers. Heel pijnlijk dat we dit zien. Dat de overheid die zelf, laat me het anders stellen. Wanneer je eigenlijk met een krappe ei wordt gepakt, dan staan er ook boete en er staan zelf straffen erop. En het is dezelfde overheid die dat jou oplegt. Dus wanneer diezelfde overheid zich nu schuldig maakt om zogenaamd in economisch belang daar bezig te zijn en een hele strand waar de schildpadden leggen daar bezig is, dan kunnen we het absoluut niet goed praten. We moeten gewoon eerlijk zijn. En we hebben ook op Facebook hebben we dus ons standpunt kenbaar gemaakt dat we het jammer vinden. Ik denk dat er een eenduidig beleid moet zijn op het gebied van wat we aan het doen zijn. Daarom benadruk ik, zeg ik het zo. Omdat wanneer de LBB'ers, de jachtopziener, die zou je mogen aanhouden wanneer je een beschermd diersoort of een deel daarvan in jouw bezit hebt. Nou, misschien moet men gaan kijken op die boten. Te kijken als er geen eieren daar tussen zijn. Dat ze een overtreding zijn. Want de wetten zijn heel duidelijk. Dus ik zeg dit keurig absoluut af als voorzitter van de vereniging. Want wij gaan echt voor een stukje wet en regelgeving dat nageleefd moet worden. En onze dieren, vaak denkt men dat wij juist promoten om te schieten. Maar wij promoten omdat we weten dat jagen belangrijk is voor de welstand. Promoten wij om het op een verantwoordelijke manier te doen. Jagen is een vak. Jagen houdt in dat je precies weet met welke patronen je gaat jagen op welk wild. Jagen houdt in dat je rekening houdt met de seizoenen. Dat gesloten zijn en zo kan ik doorgaan. Dus dat de overheid dit doet, ook voor de natuur. Maar los van de natuur is het ook een stukje bescherming. Ecologisch dat er stand aan was, daar wordt neergezet. En je kent of weet de gevolgen wanneer je dat stukje weer weghaalt. Dus ik denk dat we onszelf niet voor de gek moeten houden om te zeggen van luister, we doen het om geld, maar we moeten kijken naar het groter belang. Hoe ziet het programma van aankomende 6 maart eruit, heer Proeven?
6 maart hebben we de 7 uur de inloop, waarna er een korte presentatie gehouden gaat worden over de vereniging. En daarna hebben we dus we hebben ook een interne loterij waar de mensen een geroosterd dogs en kip kunnen winnen, noem maar op. Maar daarnaast heb je ook een vragenronde waarbij ze alle vragen die betrekking hebben op de vereniging kunnen stellen aan ons. Hoe bedruipen jullie je financieel? De contributies. Dan moet ik direct vertellen dat de mensen die lid willen worden van de vereniging, er staat een hele kleine contributie. Per jaar betaal je dus 100 SRD, maar voor je badge en je inschrijfgeld is het 20 SRD eenmalig. Heb je je badge. En met die 20 SRD doen we heel veel voor de doelgroep, omdat we dus door het hele land reizen. Je weet dat we ook een commissie hebben in Ikeri, die ook daar bezig is. Dus we willen landelijk bezig zijn om eigenlijk alles te doen wat in ons vermogen ligt om de vereniging in stand te houden en verder te kunnen gaan met onze leden. Hoeveel leden telt de vereniging thans? Nou, als jonge vereniging hebben we een ledenbestand van 100, dat is weinig. Als je ervan uitgaat dat er meer dan 25.000 mensen een jachtvergunning hebben, is dit maar een druppel. Maar we weten ook dat het een proces is. Als je op Facebook kijkt, onze Facebookpagina Sport, Jagers en Vissers, zie je dat we bijna 10.000 volgers hebben. Maar iedereen kijkt de kat uit de boom en we geven ze tijd. En vandaar dat we dit doen, om mensen bewust te maken van het woord lid. Ik ben vanmiddag zelf gebeld geworden door een verzekeringsmaatschappij die bezig is om samen met het bestuur te gaan kijken voor een speciale verzekering voor jagers. Dat zijn allemaal zaken die ons aandacht heeft. We kijken ook naar kortingen bij bedrijven, bij winkels. Als je lid bent, kan je op vertoon van je lidmaatschapkaart zaken gaan doen. Maar daarnaast heb je ook dat wanneer jij als jager ergens bent in het bos, kan je altijd als lid beroep doen op ons voor hulp. En we hebben onze logistiek dat we kunnen inzetten om jou te kunnen helpen. Zo kan ik doorgaan. Maar het gaat dus, en daarom roep ik iedereen op, ook als vrouwen weten dat hun man sportjager is, motiveer hem, zeg hem om zich aan te sluiten bij ons, want de voordelen zijn enorm. Dus ik zou zeggen, als gezin, zeg aan je papa, aan je broer, sluit je aan. Het kan alleen maar goed zijn voor de persoon en laten we niet tot het laatst wachten. Mensen nemen ons kwalijk wanneer ik dat van de jagertest bijvoorbeeld aanhaal, maar het moet. Het moet, omdat je onmogelijk kan gaan jagen zonder enig kennis te hebben. Er is een jagergids, dat zou eigenlijk de Bijbel moeten zijn voor elke jager. In principe iedereen zou moeten hebben. En dit is het examen dat wordt afgenomen. Men gaat praten over een stukje wapenkennis, men praat over de natuur. Een beetje over de beschermde diersoorten, noem maar op. Als iemand tegen jou zegt, ik heb 40 jaar gejaagd, kan je soms één simpele vraag stellen. Hoeveel patronen mag je bij je hebben? En in principe mag je 100 patronen hebben. Maar dat weet men ook niet. Ik wil gewoon simpele voorbeelden aangeven. Nou, als je 500 patronen bij je hebt en je wordt staande gehouden, ben je overtreden met alle gevolgen van dien. Word je onnodig opgepakt? Met een heleboel rare gevolgen van die. Dus wij zeggen, kom die informatie halen. Laten we met elkaar in gesprek gaan. Dat kan je helemaal niet kwaad. Verder wil ik zeggen, we hebben onze reguliere clubavond. Dat is eerste donderdag van de maand. Hebben we onze clubavond in het Natuurpark Peperpot. Dus daar is ook iedereen van harte welkom vanaf 7 uur. Waar we ook een thema aankoppelen. We hebben donderdag hebben we dus een thema dat gaat over welstand. Daar zal iemand die is afgestudeerd van de Anton de Kom Universiteit zal dat stukje belichten. Dus ik roep van hieruit ook iedereen om aanwezig te zijn om meer te weten over de wereld. De politie van Brokopondo heeft op 23 februari van dit jaar tijdens een wegcontrole op de weg naar Atjoni de 30-jarige Runo A en de 17-jarige Tjoen G aangehouden. De bestuurder Runo reed met twee inzittenden naar de richting van de Bronsweg.
Toen zij geconfronteerd raakten met de wegcontrole, verminderde de autobestuurder zijn snelheid. Een man die naast de bestuurder zat, sprong uit het voertuig. Het voertuig werd tot stoppen gesommeerd. Runo en Chun werden staande gehouden. Bij controle in het voertuig werden 13 bollen verpakte marijuana tussen bladgroenten aangetroffen en in beslag genomen. Runo, die eerder voor hetzelfde gepleegd strafbaar feit met de politie in aanraking is gekomen, ontkent iets van de lading marijuana af te weten. Hij verklaarde slechts een rit te hebben gereden vanuit de Anmeerplaats te Atjoni en niet wist wat in de tassen zat. Volgens de bestuurder behoort het verderfelijk spul de derde man toe. De chauffeur en zijn helper werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Aan de opsporing van de voortvluchtige verdachte wordt gewerkt. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie zijn Runo en Chun in verzekering gesteld. Stichting Claudia A. die is de afgelopen week vaker in het nieuws geweest om aan te geven hoe moeilijk ze het hebben om de 48 kinderen die ze hieronder hebben gebracht te voeden. Het is al bijkans 2 jaar dat ze geen subsidie hebben ontvangen vanuit het ministerie van Financiën en hun opslag aan voeding en andere zaken die ze hadden, die is er ook helemaal opgeraakt. Vandaar dat mevrouw Kesny Kramp, de directeur, zich wendde tot verschillende mediahuizen om het verhaal kenbaar te maken in welke precaire situatie het tehuis verkeerde. Nou, er is hulp gekomen vanuit de gemeenschap, vanuit het bedrijfsleven, maar ook vanuit particulieren. Maar ook het personeel of delen van personeelsleden van de staatsolie, die hebben dan hun hart op de juiste plek en gestreken over hun hart. En zoals u ziet, de goederen hier op de achtergrond, die hebben zij allemaal ingezameld. En die is er vandaag door de heer German Piquet, weloperator, overhandigd aan mevrouw Kesny Kramp van de stichting. We voeren u naar het verslag welke we hier maakten bij stichting Claudia A. Heer German Piquet, weloperator van Staatsolie. Jullie hebben als personeel gemeend om vandaag huizen Claudia A, Stichting Claudia A, te gedenken. Kunt u vertellen hoe deze actie touw is gezet? Heb ik de directeur horen roepen om hulp. En het is dan gewoon een spontane actie geweest. Ik ben bij mijn collega's geweest, allemaal gevraagd van wie heeft wat bij te dragen. En ja, ik schrok ook van alles wat ik heb gehad. Dus, en vandaag is de dag waar ik overhandig aan de directeur. Zodat ze vreten gebruik van kan maken. Dit komt dus niet alleen van u, maar van collega's ook? Ja, dit is van collega's onderling. Dus gewoon TNW en Sarah Maria. Gewoon gezamenlijk. Gewoon. En jullie doen dit vaak? Wel, ik doe het wel af en toe. Dat heb je vaak genoeg, doe ik het wel. Maar als ik het groot wil doen, dan ga ik wel voor hulp bij mijn collega's. Maar ik doe het meestal elk kwartaal, doe ik gewoon 1 kans arme gezin. Maar dit was iets groter, dus ik heb dan hulp geroepen van mijn collega's. En wie heeft dan de inkopen gedaan? Nee, ik heb ze gevraagd van ze moeten de spullen van me kopen. Okay. Ik wil geen geld hebben. Dus gewoon die spullen van me kopen en dan die spullen van me brengen. Maar ik vind dat een beter gebaar is wanneer iemand zelf naar de winkel gaat om iets te kopen en het van me brengt. Maar als je me het geld geeft, dan moet ik dan alles gaan kopen, dan is te veel werk. En hoeveel dagen heeft het jullie gekost om dit in te zamelen? 3 dagen. Binnen 3 dagen heb ik het gedaan. Dus dat is het. Wat wilt u aan mevrouw Kramp zeggen? Eens wat ik wil zeggen van, ik heb naar uw hulp geluisterd, ik heb gekeken naar de televisie en ik heb geluisterd wat allemaal speelde binnen uw organisatie of uw stichting. En dit is het gebaar, een gebaar vanuit Staatsolie, medewerkers natuurlijk. En hopelijk, en ik hoop tenminste dat het alvast een klein gaatje kan dekken of kan dichten voor u. Alsjeblieft. Dank u wel, meneer German Piquet en de groep van Staatsolie. Wil ik ook heel hartelijk bedanken namens alle kindertjes van Stichting Claudia A en het bestuur. En het personeel van Claudia A willen we German en zijn crew ook bedanken van Staatsolie. En wat ik hier zie, het is heel veel, dus het gaat geen gaatje dichtmaken.
Het is zeker voor 2-3 maanden heb ik hier gezien dat we deze dingetjes kunnen gebruiken. En ik wil ook aan de andere donors bedanken. Als ik allemaal bij namen moet noemen, dan kom ik vandaag dan niet klaar. Maar ik wil ze echt bedanken voor hun gebaar. Het waren goederen en geldbedragen dat we gehad hebben. En het heeft geholpen. Dus nadat u uw hulpgeroep hebt gedaan via de media, mevrouw Kram, is er wel actie gekomen vanuit die gemeenschap? Ja, er is wel actie gekomen. Er is wel heel veel actie gekomen, ja. We hebben gehad, ik mag echt niet klagen. Want we hadden niet, maar we hebben wel nu gehad. Want je kon een bal in de vriezer spelen, maar nu hoef je geen bal meer erin te spelen. En we hebben genoeg gehad. Dus het kan zeker 1 maand, 2 maanden duren, want het is wel 48 maanden. En om 48 maanden te produceren, het is niet makkelijk, want het is 3 maal per dag. Want 1 potje chocopasta is niet genoeg voor 48 kinderen. Je moet zeker 2 tot 3 gebruiken. En dan zeg ik dan niet die kleine van die grote. Maar hoe zit het met dat stukje subsidie dan, die jullie moeten krijgen, de achterstallige subsidie? Ik heb wel een vruchtbaar gesprek gehad met sociale zaken, dus dat hoor ik nog wel van hun. Wat voor spullen heeft u allemaal hier? U hoeft niet allemaal op te noemen, maar wat zodat de mensen een beeld hebben, heer Piqué? Dus wat we allemaal hier hebben zijn dingen die normaal in de keuken gebruikt worden, tenminste als voorraad, bijvoorbeeld bruine bonen, witte bonen. Wat had je direct niet gezegd? Chocopasta, pindakaas, jam. Zie je maar zeggen van, je hebt zelf veel nodig voor die kinderen, heb ik een aantal voor de laten aangeschaft. Dus alles wat in de huishouding gebruikt kan worden is hier zo. Dat is net wat ik, wanneer ik inkopen zou gaan doen, heb ik het alleen voor hun gedaan, maar ietsje uitgebreider. Dus dat is het. De Nationale Assemblée die heeft donderdagavond de wet bedrijven en beroepen met algemene 35 stemmen goedgekeurd. Minister Ferdinand Welzijn van Handel en Industrie en Toerisme benadrukte dat deze regering vrije ondernemerschap voorstaat. Met de aanname van deze wet wordt ondernemerschap vergemakkelijkt. De wet die zorgt ervoor dat economische ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen gestimuleerd wordt. Over de wet van houdende vaststelling van regels in zaken het uitoefenen van bedrijven en beroepen, wet bedrijven en beroepen. Artikel 1 tot en met 5, woord of stemming. Artikel 6 tot en met 10, woord of stemming. Artikel 11 tot en met 15, woord of stemming. Artikel 16 tot en met 20, woord of stemming. Artikel 21 tot en met 25, woord of stemming. Artikel 26 tot en met 30, woord of stemming. Artikel 31 tot en met 36, woord of stemming. Consideratie en intitulé, woord of stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht. Zoals nog niet gewezen. Er is een amendement ingediend. Is er iemand tegen het amendement? Nee? Amendement is aangenomen. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewijzigd. Wees voor. Voor, wie is tegen? Niemand tegen. Het ontwerp is aangenomen met algemene 35 stemmen. Ik feliciteer. Het werk gaat voort. We hebben af en toe wat moeite. En we zijn op de goede weg. En ik feliciteer weer het land met deze wet. En ik feliciteer de commissie en de minister en alle deskundigen en alle leden. Dank u wel. En lid Zang wil het woord als voorzitter van de commissie. Dank u wel, voorzitter. Ook ik wil namens de commissie Suriname feliciteren met de aanname van deze wet. Het was een zware bevalling, voorzitter. Een gezonde tweeling die we liefkozend hebben genoemd bedrijfje en beroepje. Felicitaties, voorzitter.
Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om u en uw college, de minister en zijn deskundigen en de deskundigen van DNA en alle actoren te danken voor hun inzet en bijdrage in de totstandkoming van deze wet. Er is veel werk verzet, voorzitter. Bijzondere dank aan de deskundigen van HI en DNA. De wet is onderdeel van een reeks wetten die het ministerie van HI en T op de agenda heeft om de ease of doing business in Suriname te bevorderen. En we kijken uit naar de behandeling van de volgende wet. Dank u wel, voorzitter. Dank u ook, minister. Vanzelfsprekend zijn wij ook content met de goedkeuring van deze wet. 36 jaar na het decreet hebben we nu een wet die inderdaad op het gebied van ease of doing business een wezenlijke rol gaat spelen en ook aansluit op de, ja, zeg maar de globale ontwikkelingen, WTO, etc. Dus ik denk dat wij ook zeer tevreden zijn en hopelijk dat dit ook een stimulans zal zijn richting private sector die toch de motor van onze ontwikkeling moet zijn. En zoals wij dat ook keer op keer hebben gezegd, nogmaals, we zijn tevreden. Dank voor de medewerking om deze wet goed te keuren.